Vandaag weer eens een keer het schoolvoetbaltoernooi hier in Moergestel. Gelukkig kan het weer, want vanwege corona is het natuurlijk enkele jaren niet doorgegaan. Maar we krijgen meteen schitterend weer vandaag. Alle jeugd is hier die zich op heeft gegeven heel fanatiek bezig. Van de kleintjes tot groep 8 toe. Ja, super fijn, leuk om te zien. En het gaat er af en toe serieus hard tegenaan. Ondanks de hitte werd er fanatiek gevoetbald door deze dametjes. Ik ben uiteraard voor de hamburgers. Toch? De hamburgers, inderdaad. En tegen Schalke 04. Wie doet er mee? Waarom bent u hier komen kijken? Nou, ik ben toevallig onlangs in de klas geweest van mijn kleindochter. En ik herken een aantal kopjes. Ik vond het wel leuk om eens te kijken of die meiden en die jongens, dit zijn alleen maar meiden trouwens, of die een beetje kunnen voetballen. Dat valt me niet tegen. Goeie Anna naar voren. Ja, die Anna kan wel voetballen. Even meer naar voren. Goeie Jamie, netjes. Hoi dames, ik heb jullie net zien voetballen en gewonnen, Lize? Verloren. Verloren, maar met hoeveel? Volgens mij 6-0. Nee, 6-2. 4-2. Ja, volgens mij was het 5-2. Maar hun menen dat ze 4-2. Nou, de meningen zijn verdeeld. Maar we hebben dus een klein beetje maar verloren. Maar hebben jullie plezier? Ja. En dat vind ik in ieder geval het belangrijkste. Jullie niet? Ja. Maar Anna, jij zit eigenlijk in een ander clubje. Want dit was Hamburg. En jij zit in welk team? Dat weet ik niet. Geen idee. In ieder geval een ander team. Maar jij zit ook op training voetballen, hè? Ja. Ook hier bij Audaasje? Ja. Heel goed. Dan waren deze meiden extra blij, denk ik, op dit moment. Wat vinden jullie het leukste van hier het schoolvoetbaltoernooi, Jikke? Gewoon de gezelligheid, denk ik. Ik weet het niet. De gezelligheid. Iemand anders ook nog iets anders? Gezelligheid en keeper. Gezelligheid en keeper. Jij bent de hele tijd aan het keepen, heb ik gezien. En hoe vind je dat? Leuk, maar het is best wel moeilijk. Ja, dat snap ik. Maar ik heb je er al verschillende tegen zien houden. Dus dat vind ik echt heel erg knap. Hoeveel wedstrijden moeten jullie nog? Twee volgens mij. Nog twee. Nou, dat moet te doen zijn. Ik zal eens even kijken. Volgens mij is het over een half uurtje is het volgens mij etenstijd. En tussendoor moeten jullie nog één wedstrijd, hè? Nee, we moeten nog twee wedstrijden. Nee, eerst de nee, maar... Oké. Maar dan moeten jullie weer tegen Anna. Oh, nou, ik wens jullie heel veel succes en vooral nog heel veel plezier, dames. Zet hem op, hè? Ja, ik bedoel, na de wedstrijd, want we zijn hier nu, het is nu al 4 en nu... Kom op! Ja, als we het steken... Oh, jee! Woe! Als het lukt, 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 als het lukt
houding. Oh Jan, goedemiddag. Druk deze middag? Nou, druk, ik hoop van niet. Ik zeg maar, we zijn ervoor. Als er iets te doen is of er iets gebeurt, dat we dat toch kunnen behandelen. Dus, maar het valt best mee. Een paar pleistertjes, maar dat is niks bijzonders. Hè. En een klein polsje, een bal opgekregen. En gaan we het dingen koud gemaakt. Hè. Want meer kunnen we niet doen. Hè. Maar ja, het is toch een geruststelling hè, dat er iets aan de hand is. Als er iets aan de hand is, dat je er bent. En hier hebben we Willem II tegen PSV. Jonge dames en heel erg actief zo te zien. Goedemiddag. Mag ik u even iets vragen? Ja? U bent hier op school voetbaltoernooi voor speciale reden? Ja, mijn zoontje voetbalt. Maar niet hier, maar die zat hier net en die loopt net weg. Oké, okay. En heeft hij al een beetje kunnen scoren vandaag? Hij heeft volgens mij 4 goals gemaakt, ja. 4? Oh. En is het een fanatieke voetballer ook? Zeker. Zit ook bij Audacia? Trinitas. Oh, Trinitas. Ja, daar hoor ik stiekem vaker. Goed gedaan, Vera. Goed gekiept. Ja, pak hem maar, Jasma. Oh, je maakt lief. Heel goed. Ja, heel goed. Nog een keer. Ja, dat het water minstens zo aantrekkelijk was als het voetbalspel, blijkt wel uit de volgende beelden. Goedemiddag, hoe heet jij? Dex. En hoe kom jij zo nat? Was net onder sproeier geweest daar. Hebben ze hier een sproeier staan? Had je heel hard moeten lopen met voetballen? Nee, ik was daar onder sproeier geweest. Oh, maar heb je wel gevoetbald al? En heb je gewonnen? Eén keer. Eén keer, hartstikke knap. Zit je ook onder voetballen? Nee. Zou je dat willen? Nee. Ook niet. Moet je nog veel wedstrijdjes spelen? Weet ik niet. Weet ik niet. Nou, dan wens ik jou nog heel veel succes en heel veel plezier met die sproeier, hè? Ga door! Laat maar gaan. Een van de hoogtepunten van het schoolvoetbal waren natuurlijk de porties friet die uitgedeeld werden tijdens de pauze. Hoe aanstekelijk kan voetbal zijn? Deze moeder kon zich tenminste niet inhouden en voetbalde vrolijk met de kinderen mee. Ja, mag eerst de coach van Liverpool komen? Wie was dat? Mama! En tot slot natuurlijk de uitslagen. Ook al gaat het niet om de knikkers, een goede uitslag is toch altijd fijn. En zo kwam er een einde aan het schoolvoetbal dit jaar. En dat allemaal onder een lekker zonnetje.